De sloop van het voormalige Philipsgebouw op Strijp moet vrijdag afgerond zijn. De omwonenden zitten al dagen in de herrie en ze moeten nog even doorbijten. Maar ze gaan hoe dan ook een rustig weekend tegemoet, heeft een woordvoerder van het sloopbedrijf beloofd. De klus duurt langer dan gedacht. Eerst moeten de bovenste etages voorzichtig worden gesloopt. Daarna kan grof geweld worden gebruikt voor de rest van het gebouw. Om de overlast van stof te beperken, wordt de sloopplaats met nevelmachines nat gehouden.